Wereldhaven, even Wereldhaven. Oh ja, ik had vorige week gesprek met Wereldhaven. Ik zit te kijken naar die koers loopt elke dag wat op eigenlijk. Dus ik denk dat daar een kopertje in zit. Ik denk voor Wereldhaven dat we het ergste hebben gehad. Ze komen nu met 1,10 euro aan dividend. Voor het volgende jaar, eigenlijk voor het lopende jaar, wordt een hoger dividend ingeschat. Hè. We hebben het nu, ze hebben zelf gezegd tussen de 1,13 en de 1,25 geloof ik. Maar het zal wel zo'n 1,15, 1,20 worden dan. Dat betekent dat je op een koers van 17 euro je hebt een dividendrendement van rond de 7%. Wat ik al zei, erger wordt het niet. De afschrijvingen in die vastgoedmarkt is wel min of meer gebeurd. Voor de corona zag je dat die winkelvastgoedbedrijven alleen maar omlaag gingen, omdat het waren afwaardering op afwaardering op afwaardering. Nou, dat hebben ze nu al een beetje achter de rug. Zeker Wereldhaven. Komt nog één keer een afwaardering als ze die laatste twee Franse winkelcentra gaan verkopen, denk ik. Maar niet heel veel. En dan gaan ze weer bouwen. Ja, letterlijk en figuurlijk, want er komt, ze gaan woningen bouwen eromheen. Dus dat levert wat extra geld op. En er staan nog behoorlijke shortposities uit in Wereldhaven. Ik geloof nog een procent of 8, 9, 10. En ik denk dat die partijen die short zitten in dit soort aandelen, dat die hebben gewoon hun kans gehad. Die hebben Wereldhaven kunnen kopen onder een tientje. En als je dan nu nog steeds short zit, dan weet ik niet waar je op wacht. Maar dan heb je het momentum denk ik wel een beetje gemist. En ik vermoed dat ze nu ook een klein beetje aan het terugkopen zijn. Ik zie geen reden meer waarom dit aandeel nog, afgezien van misschien een beurscrash, dat dit aandeel nog omlaag kan. Met het dividendrendement wat je nu krijgt en met hoe de winkelcentra nu worden gerund. Bezittingsgraad is redelijk goed. Dus ja, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand voor Wereldhaven. Daar zou ik me verder geen zorgen maken. Ik heb zelf de 18 call gekocht van de week. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik zie het gewoon oplopen en ik denk misschien speelt daar wat. We gaan het zien. Even kijken, dan hebben we CTP. CTP is een vastgoedbedrijf van Raymond Vos, zijn Groninger. Is ooit op zijn 18e, geloof ik. Ja, dat is een heel verhaal. De 18e heeft hij de schoolreis gemist naar Tsjechië. En daar hoorde hij zulke leuke verhalen over dat hij er, toen hij van school kwam, is hij daarheen gegaan en is hij daar begonnen in het vastgoed. En die heeft een enorm vastgoedbedrijf opgezet, met name logistiek vastgoed, maar ook industrieel vastgoed. Niet zozeer kantoren, maar meer industrieel vastgoed van wat hij verhuurt aan bedrijven. Nou, gaat hartstikke goed. Die is op de beurs gekomen. Aandeel is recent wat gezakt. En waarom is dat? Nou, dat is waarschijnlijk omdat hij een grote overname gedaan heeft in Duitsland voor 800 miljoen. Echt materieel. Deutsche Industrie heet dat. Dat is een soort vastgoedbedrijf. En dat heeft hij betaald met aandelen. En als je betaalt met aandelen in het buitenland, dan dat komt vaak als een boemerang terug. Jitse kan erover meepraten. Want wat gebeurt er? Dat buitenlandse bedrijf, die buitenlandse aandeelhouders, die krijgen op enig moment Nederlandse aandelen. Dat staat op de Nederlandse beurs. En als die mensen dan naar hun portefeuille kijken en die denken van nou, ik moet wat verkopen of ik wil wat anders doen of ik wil wat kwijt, dan is het zo'n buitenlands bedrijf vaak het eerste aandeel wat ze verkopen. Dat zie je met Grubhub, al die Amerikanen, die hebben hun Just Eat Takeaways verkocht. Er zit nu nog 3,6% daarvan op de Amerikaanse beurs, dus dat gaat in één keer zo. We hebben dat vroeger ook gezien met Aegon en dat zie je waarschijnlijk hier ook met CTP. Dus op zich geen schokkende ontwikkeling. Het is wel iets wat voor een lange tijd kan aanhouden, want het gebeurt niet in één keer. Maar het is gedurende een aantal maanden of zelfs jaren soms, zie je dat die Duitse, in dit geval die Duitse aandeelhouders, dat die gewoon die aandelen CTP eruit gooien. CTP kennen ze niet. Hè. Ze hadden Duitse industrie, nu CTP, dus die gooien het onbekende aandeel eruit. En dat geeft gewoon continue koersdruk. En dat betekent dat het aandeel een tijdje onder druk zal liggen. Nou, er is eerder een kans. Dan zou je er goed in moeten duiken om te zien wat voor bedrijf het nou precies is. Wat ze eigenlijk hebben gekocht. Of ze niet, zoals Jitse, een halve kat in de zak hebben gekocht. Of echt een goed bedrijf. Daar zullen we ons de komende tijd wat meer in gaan verdiepen. Ik zal deze week lukt niet meer, maar de volgende week even naar kijken. En dan is dat eerder, denk ik, een koopkans. Je ziet ook wel trouwens in die vastgoedwereld dat het logistieke vastgoed nu ietsje meer onder druk komt te liggen. En dat heeft ook weer te maken met het feit dat we uit de corona komen en dat de beurs dus eigenlijk de blik een beetje wendt naar aandelen die
die het voor die tijd goed deden en die geen nadeel meer hebben van corona. Dus dat is gewoon een shift in de markt en dat zie je gewoon gebeuren. Dus als jij voordeel had van corona, dan heb je dat nu niet meer, want we gaan nu weer normaal doen. En dan is op de beurs wordt gewoon gekeken naar bedrijven die daar goed uit de corona komen nu. Nog even over dat vastgoed, want er zijn ook wat vragen binnengekomen over Adifica. Zorgvastgoed in België. Aandeel is wel weer een klein beetje opgekrabbeld. Dat ging even van, wat stond er, 110 naar de 91. Nu staat er weer 98. Adifica, die kan er verder niet zoveel aan doen. Maar er is op dit moment een enorme rally in Frankrijk met een ander aandeel. Orpea heet dat. Dat is een Frans bedrijf. Je hebt in Frankrijk ook een aantal van dit soort bedrijven. Orpea, Corian heb je ook nog. Die hebben volgens mij wat zorgvastgoed van Valuate overgenomen. En er is in Frankrijk een boek verschenen, dat heet Les Fossoyeurs, als ik het goed uitspreek. En dat gaat over misstanden in die Franse rusthuizen. Er schijnen mensen daar, die worden heel slecht behandeld, die betalen echt een hoop geld. Duizenden euro's per maand om daar hun oude dag te slijten. En die worden gewoon niet gewassen en weet ik veel allemaal. Dus dat is echt verschrikkelijk. Het is op dit moment in Frankrijk een behoorlijke rel. Je ziet het aandeel Orpea is ook echt hard gedaald. Is van mij 60% af of zoiets. En dat heeft de rest een beetje meegesleurd. Want ze kijken natuurlijk naar die sector en dan gaat alles een beetje mee omlaag. Nou, laten we hopen dat het bij Adifica allemaal achter de schermen goed gaat. Was ook een ander verhaal in België over vastgoed van die... Dat soort bedrijven, dat betrof niet Adifica, maar wel Coffin Immo en een ander bedrijf in België. Dat niet beursgenoteerd is en daar is hebben ze ontdekt. Er stond een artikel in de Belgische krant, De Morgen. En het ging over Belgisch vastgoed, hoe dat heen en weer geschoven wordt. Er wordt heel veel verdiend met het vastgoed. En in dat vastgoed worden dus de oudere mensen opgevangen. En die huren daar voor heel veel geld een kamer. En de vraag is dus een beetje van hoe zit die situatie aan de achterkant in elkaar? Wordt dat vastgoed niet te veel opgeblazen? En daar maakt zich men nu een beetje zorgen over. En dat verklaart ook de koersreacties, onder andere bij Adifica. Hi, Nico hier. Je zag zojuist een stukje in onze chatsessie. Elke twee weken deel ik mijn expertise met onze leden. Wil jij dat ook? Meer rendement behalen op de beurs? Klik dan op de link in de omschrijving hier.